Goedemorgen, het is nog heel donker buiten. Ik denk dat het nog heel vroeg is. Ik voel me heel moe, ik heb heel weinig geslapen. Ik denk dat ik pas om 2 uur of zoiets kon slapen. En het is nu nog heel vroeg. Ik twijfel of ik nog even door ga slapen of misschien toch even wat werk ga doen, zodat ik een soort kickstart van de dag heb. Misschien doe ik dat wel, want ik ben hierna wel lekker een paar dagen vrij met kerst en zo, dus dan kan ik nu even vlammen en dan ben ik dan vrij. Ik denk dat ik dat ga doen. Ik heb net gedoucht en mijn haar is nu handig droog. Wat ik altijd doe als ik geen zin heb om het te krullen is, als het nog een beetje nat is, wat sea salt spray daarin. Kan overal van zijn. Ik heb er eentje nu van Balmain. Het ruikt wel echt insane lekker. Die wil je eigenlijk als een soort mist een beetje over je haar verdelen. Dus niet te veel op lokaal plukken. En dan duw ik het haar al een beetje in een wave. En dan doe ik het gewoon achter mijn oren. Zodat je een beetje die slag hier krijgt. Dan droogt het wel ongeveer zo op. Ik laat jullie even in detail zien hoe ik mijn make-up doe. Een beetje onrustigheid. Mijn huid, maar ik heb wel fijne producten en tools om het wat gezonder te laten lijken. Het is ook gewoon die verwarming en zo en de kou, waardoor het echt vreselijk wordt. Ik doe eerst een radiance primer op, ik heb iets te veel gepakt. Dat doe ik over mijn hele gezicht en wat je ziet is dat hij meteen een mooie glow geeft. Dit is er eentje van La Roche-Posay, dat gebruik ik eigenlijk elke dag wel op mijn gezicht. Ik gebruik niet veel foundation meer de laatste tijd. Eigenlijk alleen tinted moisturizer en dat bevalt me wel. Dit legt een soort laagje waardoor alles beter blijft zitten en je meteen een glans krijgt en UV-bescherming. Nu doe ik een wenkbrauwgelletje. Ik laat even de primer opdrogen. Dus dat probeer ik alvast iets anders te doen. Doen jullie ook je mond open als je je opmaakt? Ik kan me niet opmaken met mijn mond dicht. Dikke walletjes. Hallo. Dit is moisturizer. Heel fijn. Voelt gewoon als een dagcreme. Soms breng ik hem met een kwast aan. Soms gewoon met mijn handen. Ik heb toch vaak het idee hoe nonchalanter ik mijn make-up doe. En mijn haar ook. Hoe beter het eruit ziet. Dus ik doe het gewoon even zo. Oké, alles ziet er meteen een stuk egaler uit. Let trouwens niet op hoe wit ik hier lijk, want ik sta natuurlijk onder een lamp. Qua hoeveelheid is het ongeveer hetzelfde als een vloeibare dagcreme. Dus ik zou zeggen 3 R'tjes of zo, wat je over je gezicht verdeelt. Laat ik ook even drogen. Probeer steeds de vloeibare producten af te wisselen met een andere handeling. Zodat het een beetje in de huid kan zinken. En dan ga ik zo met concealer nog even onder mijn ogen een paar plekjes wegwerken. Dat is eigenlijk wat ik met mijn huid doe. Ik gebruik een aantal concealers. Maar deze, de True Match van Maybelline. Of is het L'Oreal? Er staat niks meer op. Zoveel heb ik hem gebruikt. Volgens mij L'Oreal. Die vind ik eigenlijk het allerfijnst. Ik heb de kleur 3N. Op dit moment. Maar ik heb ook wel eens andere gehad, geloof ik. Hij is heel vloeibaar. Hij blendt heel makkelijk. Hij blijft wel goed zitten. Ik hoorde dus de truc dat je hier aan de binnenkant van je ogen vooral ziet hoe moe je bent. Dat je daar altijd wat concealer moet doen. Ik doe altijd een beetje op de neusvleugeltjes. Het is echt heel dun en vloeibaar. Ja, dat maakt toch wel uit. Dus in plaats van foundation doe ik gewoon wat concealer op plekken die iets meer dekking nodig hebben. Doe een klein beetje bronzer in de cheekbones met dit vloeibare contouring dingetje. Ik heb ook nog een beetje extra concealer op deze twee plekjes gedaan. Wat ik soms doe is de vloeibare concealer even in laten trekken zodat hij iets stugger wordt en hem dan weer in de huid deppen. Oké, je moet trouwens je bronzer niet te ver doortrekken, want dan zie je hem van voren. Je moet eigenlijk hier stoppen ten hoogte van je oog. Dus dit stukje doe je dan. Plus, ik gebruik veel dit NARS palet de laatste tijd. En dan meng ik eigenlijk die en die kleur met soms die of die of die. Alleen die donkere gebruik ik niet echt.
Dit is eigenlijk ook een beetje een highlighter, dus het geeft een hele mooie glans aan je blush. Dip de kwast er echt heel licht in. Wat ik altijd doe is deze kleur even ook over mijn ogen heen halen. Ook zodat alle tinten in je gezicht een beetje naar elkaar toe getrokken worden. En hij licht de boel een beetje op. Dus op dagen dat ik zin heb om weinig te dragen, doe ik eigenlijk gewoon snel een BB cream. Dit op mijn ogen, wat blush en highlighter. Over highlighter gesproken. Ik gebruik dit enorme ding, Flawless Filter, wat je volgens mij over je hele gezicht kunt of moet gebruiken. Hij is in ieder geval huge, je hebt echt maar een heel klein beetje nodig. Dat doe ik dan hier. Klein beetje onder de wenkbrauwbot. Ik doe dit vaak gewoon met mijn vinger en met wat er dan nog aan mijn hand zit, ga ik dan even over mijn neus en mijn Cupid's bow. Vloeibare highlighter is echt mijn lust en mijn leven. Maakt je zo glowy en gezond qua look. Een klein beetje. Je hebt hier echt minimale van nodig. Dus hier kun je echt forever and ever and ever mee doen. Qua ogen doe ik op dit moment eigenlijk alles met dit palet van Anastasia. Hij heet Modern Renaissance. En eigenlijk bouw ik een beetje met die sunset kleurtjes. Dus ik doe deze en deze aan de binnenkant ooghoek. Doe ik een beetje de zacht geel. Dan meng ik of deze twee warmere tinten of doe deze taupe-achtige. En deze twee doe ik in de crease. Dat is eigenlijk wat ik vaak doe. Als je het over een soort van een signature look hebt. Dus ik doe een klein beetje highlighter. Iedereen heeft zijn eigen volgorde, maar ik werk eigenlijk gewoon van de binnenkant naar buiten. Beetje van een matte witte kleur nu. Ik gebruik echt maar een heel klein beetje van alles. Ik vind het gewoon heel leuk om hiermee te spelen en dat er een beetje iets aan staat. Deze gele kleur, soort okertint, vind ik zelf ook heel mooi, want die is heel fris. Op zich ziet dit er ook al mooi uit en nu doe ik mijn signature roestkleurtjes. Kijk, dit is echt wel een verschil. Het staat ook bijna iedereen. Het is mooi bij bruine ogen, mooi bij groene ogen, ook echt waanzinnig. Bij blauw staat het goed. Hier komt bijna iedereen mee weg. Het is echt heel makkelijk als je gewoon een goede fluffy blending brush hebt. Je hebt ook deze van MAC bijvoorbeeld, de 217. En daarmee kun je hele zachte bewegingen maken, waardoor het er meteen goed uitziet. Dat is wel echt aan te raden. De juiste tools zijn gewoon heel belangrijk. En als je die niet hebt, kun je gewoon het beste in je handen gebruiken. Dit zou ook heel verkeerd opgevat kunnen worden. Mascaraatje. Ik heb er een van Yves Saint Laurent die een hele mooie curve heeft. Maar ik krijg zoveel mascara's toegestuurd dat ik eigenlijk elke twee weken vaak wel iets anders probeer. Op mijn lippen heb ik gewoon ofwel een 8 hour cream of deze lipbalsam van Glossier birthdaybalm.com. Daar zit ook een heel subtiel glittertje in. Mijn lippen hebben van zichzelf al best wel wat kleur, dus ik hoef er niet veel aan te doen. En ik vind het ook lekker om gewoon lipbalsam te smeren en verder niks. Dus dat was het. Tada! Oh ja, wat ook nog heel fijn is, is de Fix Spray van MAC. Die houdt je make-up echt op zijn plek en geeft het nog meer glans. Ik wil nu alleen, omdat ik ga filmen, de kans hebben om mijn make-up steeds goed bij te werken. Zonder dat het juist te vast blijft zitten en laag op laag op laag wordt. Dus ik gebruik deze nu even niet. Ja, dat eigenlijk. En nog een andere leuke tip als je iets meer smoky effect mooi vindt. En eigenlijk iets wil wat je ogen nog meer laten knallen. Is een oker of rosé gouden potloodje. Deze is van Chanel, maar je hebt ze natuurlijk van allerlei prijskategorieën. Die heeft echt zo'n gouden potloodje. Dat doe ik dan aan de binnenkant van mijn oog. Zodat eigenlijk de oogschaduw en de binnenkant van je oog een beetje met elkaar blenden. En het licht heel mooi op de waterlijn valt. Dit is mijn look. Glowy huid. Klein beetje kleur op de wangen. Een vrij warme oogtint.
Dat eigenlijk. Ik heb net heel snel wat mails gedaan. En ik ben spullen aan het inpakken om te shooten. En ga ik nu heel snel naar Studio 13. Waar we hair tutorials gaan opnemen voor jullie. Filmen! Hey Char. Hey Jessie. Hola. Loop 1. Swoosh. Hoe krijg je nou zoveel volume in je haar en hoe blijft het ook zitten? Wij laten het je zien. En weer door naar Spice PR. Ik had net even met Jordi foto's gemaakt, maar we hadden zoveel tijdsdruk en dan word ik altijd heel onaardig. Het is gewoon niet leuk om met je vriend foto's te maken eigenlijk. Ik weet niet of jullie kunnen relaten van vakantiefoto's en dat soort dingen. Wel heel fijn is alle mode die je hier hangt. Is dit het lenteseizoen alweer? Lente, zomer? Ja, zomer. Oh ja, wauw. Ik ben nu thuis na de afspraak bij Spice PR en heb mijn spullen gedropt van het shooten. En nu ga ik weer terug de stad in. Het is nu 7 uur. Ik heb ook heel veel honger, dus ik heb net iets besteld wat dan naar Lena's kantoor komt. We moeten allebei nog werken, dus dan doen we dat samen. En daarna is er een kerstborrel waar we samen heen gaan om 9 uur. Dus tot die tijd gaan we even vlammen. Dan gaan we daar samen heen. En dan komt deze week bijna tot een eind. En hoop ik dat ik gewoon een soort van vrij heb. Er zijn eigenlijk een paar dingetjes die nog een beetje aandacht vereisen in de tussentijd. Waar ik zeg maar voor het begin van het nieuwe jaar nieuwe ideeën bij moet hebben. Maar eigenlijk ziet het eruit alsof ik heel veel kan gaan chillen en ik kan echt niet wachten. Oh, zoveel zin in. Echt excited over het vooruitzicht. Ik ben ook benieuwd hoe jullie de feestdagen gaan vieren. Dus laat me dat even weten. Waar kijk je enorm naar uit? Waar misschien niet naar? Tell me, want het is leuk om te delen. Ben mij Lena. We hebben allebei een kakweek. Hallo. Waarin alles misgaat. Ik ging net, wilde ik gaan fietsen. Ging mijn fiets niet meer van het slot af. Toen dacht ik, dan loop ik wel naar de Felix. 10 minuten heen gelopen door de regen met mijn laptop. Een heel zwaar tasje. En toen was de Felix weg, toen ging ik mijn Uber als verkeerde adres. En anderhalf uur later ongeveer was ik hier. Zo terug. Oh, dit soort dingen hebben we aan één stuk. Morgen gaan we tijd keren, goed? Ja, zeker. De vlog eindigt weer in bed. Ik ben thuis na een borreltje bij A Million Faces en helemaal klaar om een eind aan deze dag en week te maken. Eén dag. Oeh. Morgen mails doen. Dan zie ik Evie even, mijn lieftallige assistant. Dan ga ik aan een leuk nieuw idee werken. Gedachtenspinsel. En dan heb ik shownieuws en dan ben ik heel moe waarschijnlijk. Dan ga ik lekker slapen. Een heel weekend lang. Can't wait. Zijn jullie vrij met kerst en ook bijvoorbeeld maandag of niet? Ik ben heel benieuwd hoe iedereen zijn week eruit ziet. Let me know. En slaap lekker. Doei.